Welkom bij het Haagse TV-journaal van dinsdag 1 maart. Vandaag in het nieuws: Haagse popchauffeur nog steeds vermist, beautyblogster Marsha ten huwelijk gevraagd, maar nu eerst op bezoek bij beeldend kunstenaar Theo Jansen. Het is een heel bijzonder gezicht, de wereldberoemde strandbeesten van Theo Jansen die door de wind over het Zuiderstrand wandelen. De gigantische beesten zijn gemaakt van PVC-buizen, tie-wraps en satéstokjes en bewegen op natuurlijke elementen. In de zomer doe ik allerlei experimenten en dan vooral met de wind en met het zand en het water. En dat, aan het eind van de zomer verklaar ik de beesten tot uitgestorven. Ik ben dan een hoop wijzer geworden. En dan gaan ze naar het Beenderveld, dat is dus hier. En sinds een paar jaar zijn die Beendervelden geadopteerd in reizende exposities die over de wereld heen gaan. Tekeningen van de strandbeesten zijn te zien in galerie Heden aan de Denneweg. Vrijdag opende daar de tentoonstelling Strandbeest Drawings. Ja, het zijn een soort probeersels, zeg maar. Elke tekening is een kijken of dingen gaan, of geometrisch kloppen. En in de loop der jaren heb ik natuurlijk veel getekend. Maar je zou die strandbeesten zelf ook als een soort van tekeningen kunnen zien. Het zijn driedimensionale tekeningen waarbij elke lijn, zeg maar, een PVC-buis is. En het zijn ook probeersels, zeg maar. Elke keer probeer ik iets nieuws uit op het strand, een methode om te overleven voor deze beesten. En dan word ik steeds, in de loop der jaren zou ik dus steeds wijzer geworden moeten zijn. En dat, dit is een evolutieproces wat langzamerhand de beesten meer weerstand geeft tegen de elementen op het strand. Wil je zelf experimenteren met buisjes en de elementen op het strand? Dat kan gewoon, want er zijn do-it-yourself pakketjes. Ja, er zijn bouwdoosjes en die zijn te koop op mijn website. Strandbeest.com. Ik weet niet of je reclame mag maken, maar bij deze. En dan kun je ze zelf in elkaar zetten. Het is net een beetje zoals een IKEA-kastje. Dus je moet bij het begin beginnen en bij het eind eindigen. En dan kan ik in de zomer op het strand aansluiten? Ja, dan kan ik een kudde van die minibeestjes kunnen op het strand zetten. Al een week is de Haagse rockscene op zoek naar Hans Hardcore. De Haagse popchauffeur is sinds vorige week dinsdag vermist en nog altijd ontbreekt elk spoor van de 66-jarige Hagenees. Op Facebook worden mensen inmiddels opgeroepen om naar Hans uit te kijken. Maar zowel buren als bekenden hebben geen idee waar hij kan zijn. Hi. Dag. Ja, we komen even langs. Even Hansje. Ja. Hansje Hardcore. Danny Pietersma is al 10 jaar de buurman van Hans Hardcore. En hun band is sterk. De vermissing van zijn favoriete buurman hakt er dan ook aardig in. Ja, ik. Het kloten. Ik heb dat wel. Ja, een beetje als een oude rocker eigenlijk. Het is hartstikke op de goede plek. Hij is een beetje grof in de woorden af en toe. Maar 3 of 4 keer per week kom ik even wat te eten bij hem brengen. En dan vraag ik even hoe het met hem gaat. Of ik deel even zijn boodschappen omhoog. Voor de rest. Goeie vent. We hebben zien Hansje op spoeg. Een beetje gek aan het doen. Een beetje rare fratsen aan het uithalen. Donderdagavond zou Hans nog als chauffeur fungeren voor de Haagse band Rekmop. Maar hij komt niet opdagen. Dan beginnen de zorgen om Hans echt toe te nemen. Die normaliter wel eens meer een paar dagen weg is. Als jij om 9 uur met hem afspreekt, dan is hij er om 9:15, zeg maar. Als jij hem besteld had als chauffeur voor dat bandje, dan stond hij. Dat was alles voor hem. Dus dan was hij er ook. Ja, je kan voor de rest niks doen. Ja, je kan op Facebook wel een beetje de internetheld uithangen, maar dat heb helemaal geen nut. Er moet wel een beetje actie worden ondernomen nou. 3 of 4 dagen, dat is normaal voor Hans dat hij weg is, maar ja, het is nu ondertussen wel een week, dus duurt te lang. De politie bevestigt dat de vermissing van Hans onderzocht wordt, maar kan verder niks over de zaak kwijt. Hoi, ik ben Marsha Feekte-Stova en welkom op mijn YouTube-channel Beauty Gloss. Er zitten hele leuke tijden aan te komen voor de Haagse beautyblogger Marsha Feekte-Stova. Haar foefje Gregor van Vlierde heeft haar ten huwelijk gevraagd en deed dat bijzonder romantisch. We hebben een huis gekocht, in Den Haag ook. En wij gingen daarheen voor het eerst om zeg maar iets soort van te klussen. En toen zag ik er helemaal zeg maar in mijn schoffie, in mijn haar rommelig en alles. En ja, en toen kwamen we daar aan en toen had hij ineens heel romantisch bloemblaadjes en kaarsen en een tafeltje met 2 stoelen. En toen gingen we daar zitten. Ik dacht, oh wat lief dit om ons huis zo in te wijden. En toen gingen we zitten en toen ging hij hele lieve dingen zeggen. En toen zei ik, oh wat lief allemaal. En toen ging hij ineens op zijn knieën en dacht ik, oh,
Oh, die zag ik echt niet aankomen. Het was ja, echt super romantisch. We zijn al 13 jaar samen, dus we zijn echt vanaf ons 16e samen. Dus we hebben het heel vaak over vertrouwen gehad. En ja, ik hoopte altijd al dat ik ooit een keer gevraagd zou worden. Ik denk dat wij ergens volgend jaar zomer gaan trouwen en waarschijnlijk niet in Nederland. We zitten allebei, hebben we het er al jaren over dat we het in het buitenland zouden willen doen. Het gaat voor Marcia niet alleen op liefdesgebied goed. Ook zakelijk gaat het de beautyvlogger voor de wind. Ja, ik heb wimpers uitgebracht met het merk Eyelure. En die zijn overal in Nederland exclusief bij de Ethos te koop. En dat is echt een hele grote leuke samenwerking. Ja, dit zijn ze. Dit is één van de drie. Ik heb drie soorten. En ja, deze zijn een beetje een soort van sexy die naar buiten zo winkt uitlopen. Ja, en ik vind ze heel leuk. Ik heb echt alles ontworpen. De wimpers, ja, doosje dan. En ook, ik heb echt een fotoshoot in Londen gehad ervoor. En ja, ik ben er heel blij mee. Nou, weet je, het leek me altijd wel leuk. Het is een soort van droom als je in de beautybranche werkt om zoiets te kunnen doen. Maar ik had echt niet aanzien komen dat het dan ook zo groot zou zijn. Dat het ook in alle etensfilialen te koop zou zijn. En ja, dat mijn hoofd erop zou staan. Dus ja. Om de wimpers meteen uit te testen, gebruikt ze Den Haag FM-presentator Justin Verkijk als model. En het ziet er verdacht goed uit. Het aantal aangifte van moskeeën vanwege dreigbrieven met een hakenkruis en de adelaar van Nazi-Duitsland staat op 20. De politie in Den Haag doet onderzoek naar de dreigbrieven in het hele land. De brieven werden vorige week verspreid. De politie verwacht dat het aantal aangifte nog verder zal oplopen. In Den Haag is 2 keer aangifte gedaan. Minister van Integratie Lodewijk Asscher heeft gisteravond aangekondigd dat hij zo snel mogelijk in gesprek gaat met moslimorganisaties na de dreigementen. Hij wil kijken hoe de overheid kan helpen. De gemeente Den Haag heeft weigerambtenaar Wim Pel terecht ontslagen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist. Dat is de hoogste rechter op het gebied van ambtenarenrecht. Wim Pel weigerde in 2011 om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. De gemeente besloot daarom hem te ontslaan. Naar nu blijkt was het dus terecht. Pel was naast bijzonder ambtenaar van burgerlijke stand ook jarenlang raadslid voor de ChristenUnie SGP. De Haagse ijshockeyers van Heishockey treffen in de play-offs het Tilburg Trappers toekomstteam. Zondagavond is de eerste wedstrijd tussen de twee teams in Tilburg. De datum voor het thuisduel van Heishockey is nog niet bekend. Heishockey was al geplaatst voor de play-offs door de overwinning op de Zoetermeer Panthers afgelopen vrijdag. De Hagenaars werden voor het laatst kampioen in het seizoen 2012-2013. Werk nu zelf mee aan het Haags TV-journaal. Film jouw nieuws met je telefoon, upload je beelden via denhaagfm.nl en zie je terug op Den Haag TV. Vanaf morgen verandert het parkeren in Den Haag. We gaan over op het kenteken parkeren. En als je niet of te weinig betaalt om te parkeren, krijg je voortaan je boete direct thuisgestuurd. Vanaf woensdag houden we in Den Haag op met het achter de ruitenwisser stoppen van een parkeerbon als iemand niet heeft betaald. Kentekenparkeren voeren we in omdat het parkeren makkelijker en eerlijker maakt en ook de parkeercontrole efficiënter. En het ophouden met het printen van de parkeerbonnen op straat is een van de maatregelen die daar onderdeel van is. Ik kan me voorstellen dat het digitaal makkelijker is. Als jij niet betaalt en dat briefje zit onder jouw ruitenwisser, dat jij al weet van shit, ik heb een boete. Ja. En nu kom je daar pas een week later achter. Daarom zorgen we er ook voor dat de brief waarin staat dat u gecontroleerd bent en dat u niet had betaald, dat die binnen 5 werkdagen bij u op de deurmat ligt. Maar dan kan het ineens als een verrassing komen. Ja. Dat klopt, dat kan als een verrassing komen, maar ik denk dat de verrassing ook onaangenaam is als je terugkomt bij je auto en je daar die witte wapperende bon onder de ruitenwisser zit. Dus niet betalen is altijd kans op een onaangename verrassing. Dus het is gewoon altijd beter om netjes die voldoende parkeerbelasting te betalen. En dan het weer. Morgen is het overdag wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 7 graden. Donderdag wordt een wisselvallige dag met behoorlijk veel wind. De temperatuur ligt wederom rond de 7 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Het Nederlands vrouwenelftal opent tegen Zwitserland het Olympisch kwalificatietoernooi voetbal. De winnaar van het toernooi mag deze zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De openingwedstrijd Zwitserland-Nederland is om 19:30 in het Kyocera Stadion. De vrijwilligersvacaturebank van PEP opent morgen een desk voor studenten in de Haagse Hogeschool. Studenten kunnen zich aanmelden voor de vrijwilligersactie NL Doet van 11 maart of ter plekke een klus uitvoeren voor de stichting Jager Job. Televisiepresentator Dennis Wening is gastheer tijdens de officiële opening. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag.
Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.